Marijn Zeeman, Jonas tweede vandaag. Wat is jouw visie op deze rit? Heel knappe prestatie van Pogacar. Echt chapeau. Overduidelijk de sterkste vandaag. Meer tijd gepakt dan we hadden gehoopt. Dus dat eigenlijk. Met de hele aanloop en ook die opsteken van de week in Lioran. In hoeverre, hoe teleurgesteld ben je dan op dit moment, Marijn? Kijk, ik denk dat er altijd wel een realisatiemoment altijd bij zit. Dat we allemaal weten wat er is gebeurd. En ik bedoel, ik wil daar niet de hele tijd op terugkomen, want we zijn nu gewoon in de Tour. Maar goed, ik denk dat Jonas gewoon een geweldige etappe heeft gereden. Kijk, als je op een klim hebt die laatste kilometer 6-7% en Evenepoel moet passen bij Jonas, dan zegt ook wel dat Jonas een heel hoog niveau heeft. Maar Pogacar was gewoon stak er echt met kop en schouders bovenuit vandaag. Ik kan alleen maar respect hebben voor zo'n prestatie. En dan verliezen we tijd en dan is het morgen weer een belangrijke bergrit en volgende week volgen er nog twee en de tijdrit. Dus laten we in ieder geval nog blijven knokken om het spannend te houden. Maar, Grisha zei net, wij missen in zo'n etappe echt Sepp Kuss. UAE was weer outstanding bergop. Hoe groot is dat probleem voor de komende bergetappes? Ja, dat zal moeten blijken. Hij is er niet. Dus we zullen het ermee moeten doen. Aan welke punten hou jij je vast na vandaag? Voor bijvoorbeeld ook morgen en volgend weekend? Wielrennen is natuurlijk ook een sport dat je eigenlijk prestaties op niveau of op waarde kunt schatten. En ik heb net al heel even naar de wattages gekeken die Jonas reed. Wat zeiden die? Dat hij gewoon een heel hoog niveau heeft gehaald. En ook dat hij ook niet zo heel veel harder kan. Dat zegt ook iets over de prestatie van Pogacar. En dan uiteindelijk zet je het ook af tegen je individuele prestatie. En dan kun je zeggen, het is niet wel of niet gelukt. Of je was echt vandaag wat minder. Maar Jonas was zeker niet minder vandaag. Pogacar was vooral heel veel beter. Daarmee heeft hij verdiend gewonnen. En daarmee hebben wij ook nog steeds heel veel motivatie en heel veel moraal voor de komende week. En gaan we echt nog alles op alles zetten om de spanning in deze Tour te houden en om kansen te blijven houden. Tot slot, jullie hebben het steeds over het plan. Moet dat plan nu hertekend worden na vandaag? Nee. Alle vertrouwen nog? Ja, zeker. Dank je. Ja.